zin in om zo te daten. Het is lekker weer, dus dat doet wel goed aan de kriebels. Nou, ik heb een relatie gehad van 8 jaar en zij had op een gegeven moment gewoon geen trek meer. En dan moet je afwegingen maken in het leven. En als ik daar niet binnen pas, ja, dan moet je ook tegen mij zeggen van ja, helaas Maurits. Het is het niet en zoek maar wat anders. Het is wel een hele lastige zoektocht. Dus wat ik zoek is niet zo eenvoudig te vinden op elke straathoek. Wat dat betreft lopen er gigantisch veel vrouwen rond en er zal er vast eentje tussen zitten die bij me past. Dus ik maak me voorlopig nog niet zo'n zorgen. Goedemiddag. Hey. Van harte welkom. Maurits van Limburg. Rosalinda. Yes, kom erbij. Oh, lekker. Aangenaam kennis te maken. Aangenaam. Yes. Oh, het is een heel zacht bed. Ja, het is een heerlijk bed, zeker weten. Een geweldige zonluik erbij. Die heb ik meegenomen. Yes. Het is weer eens wat anders dan de normale datingsite waar je iemand ontmoet. Maar dan zo prachtig in de natuur. Ja. Het is niet te vergelijken met iets anders. Nee. Ik ben zelf niet een persoon die veel uitgaat. Als ik een keer uitga en ik zou iemand tegenkomen, die kans is al klein. En daarnaast zou ik te verlegen zijn om op die persoon af te stappen. En dating sites zijn gewoon niet voor mij weggelegd. En de platheid van Tinder en andere apps ook niet. Dus ik weet ook niet zo goed waar ik heden ten dagen nog een leuke man moet vinden. En wat houdt jou dagelijks bezig? Ik heb een eigen bedrijfje. Ik run een bed and breakfast. Leuk. En daarnaast ben ik ook een vormgever, dus grafische vormgeving. Het heeft niet zoveel te maken met hoe iemand eruit ziet. Het zijn denk ik de onzichtbare dingen. Hoe iemand ruikt, hoe iemand praat, waarover die persoon praat. Heb jij verder nog iets van leuke dingen die je doet naast je werk? Ik drum dus, ik box. Ja, ik ben ook een klein beetje misschien wel vrouwelijk, maar ik hou wel van mannelijke dingen doen. Ja. Tomboy noemen ze dat. Oké. Nou ja, iemand is je type of het is je type niet. En dat merk je gauw genoeg of dat bij je past of niet. Dus ik heb niet zoiets als afknappen direct. Maar het moet bij me passen. En als het niet bij me past, dan past het gewoon niet. Dus het is, het wijst zichzelf eigenlijk. Ja. En ben je ook eigen ondernemer? Of nee, nog niet. Dat is voor de toekomst. En in de tussentijd heb ik gewoon een baan bij een hartstikke leuk bedrijfje. Wij maken Indische gerechten. En dus alles wat je bij een Chinees kan kopen, eigenlijk, dat maken wij. En waar speelt dit allemaal zich af? Speelt in Rijswijk af. En daar woon je ook? Nee, ik woon in België, net over de grens. En bij mijn ouders, dat gaat op de duur wel veranderen, maar voorlopig is het even zoals het is. Dus, ja. Het gaat echt om de eerste indruk. Dat is uit mijn ervaring ook gebleken dat je eigenlijk na een fractie van seconde het wel of niet al weet. Wat zou je mij graag willen vragen? Ik heb eigenlijk helemaal geen vragen meer. Nee. Ik heb wel mijn conclusie gemaakt eigenlijk, denk ik. Ja. Oké. En jij? Heb jij nog iets? Wil je nog iets weten? Ik vind je hartstikke gezellig en leuk en ik zou daarom willen voorstellen om contact te blijven houden en gewoon puur uit vriendschap en wellicht dat we later nog eens gezellig een leuk drankje kunnen doen en verder kunnen praten over het leven en de doelstellingen die we nog te halen hebben. Oké. Nou, mijn bevindingen zijn dat ik het heel leuk vond om hier op zo'n manier iemand te ontmoeten en een date te hebben op deze unieke en supermooie locatie. Yes. En het zou geweldig zijn als op deze plek nou ook nog eens de kriebeltjes waren gaan, de vlindertjes waren gaan kriebelen, maar dat is er niet. Dus wat mij betreft laten we het hierbij. Prima. Nee, ik hoef niet een nieuwe date. Of ik heb geen behoefte om nog verder met je te praten of te daten. Prima. En,
En ik denk eigenlijk op vriendschappelijk niveau ook niet. Ik kan wel zeggen ja, maar dat ga ik toch niet onderhouden. Dat, nee. Dan ga ik verwaterd, mezelf. Ja, daarom. Dus ik ga niet beloven wat ik niet kan waarmaken. Dat ik zie dat ik dat niet ga doen. Dus. Prima. Ja. Hartstikke goed. Maar ik wil je het ook bedanken. Ja, wederzijds. Hartstikke leuk. Tof. Zullen we wel nog even zoenen? Ja, zeker. Verder? Tuurlijk. Oké. Okay. Yes. Nou, succes hè. Wederzijds. Hoi. Joe. Wat een ontzettend saaie date was dit. Nee, ik moest het bed uit. Ik wist binnen 100ste van een seconde dat het hem niet ging worden. En, ik vond het saai, geen ondeugendheid, geen pit. Ik kan me best voorstellen dat iemand ook door bepaalde omstandigheden bij zijn ouders moet wonen. Maar echt, nee, ik wil een onafhankelijke, pittige man die weet waar hij mee bezig is. En die... gewoon een sterke man. Ja, kort maar krachtig, duidelijk. Een relatie opbouwen, dat gaat in stapjes en dat moet iedere stukje groeien. En ik ben een persoon die dolgraag gewoon contacten ter uitbreiding heeft. En deze werd het niet, helaas. Ik hoop in ieder geval wel dat hij een leuke match een keer vindt.